Ja, dude, ik zal doen wat je zegt. Ik zal het absoluut doen, maar alsjeblieft, laat mijn kippen met rust. Kom op. Ik zal je een voorproefje geven van wat er gaat gebeuren als je niet doet wat ik je zeg. Nee! Kalf! Nee! Jappa, de onderwereld. Ik wil nu weten wat er is gebeurd. Ronald, ik ga jou helemaal niet vertellen wat hier gebeurd is. Dit is tenslotte Atla en niet Bor. Waarom zeg je dan... Als Bor was, had ik je verteld wat er gebeurd was, niet hier. Waarom zeg je er niks over? Ja, weet je... Als ik het wel doe, dan blaast die heel Atla op. Jongens, stop met de ruzie. We moeten je focussen op onze missie. Ja, we hebben een missie inderdaad. Vertel het, Gijs. We moeten de heilige veer hebben, Lars. Die is een tijdje geleden naar Faxios gegaan en... Nee, oké, ik heb hem nog wel. Maar waar heb je mijn heilige veer voor nodig? Nou, ik zal het uitleggen. Er is een ziekte in Boor in één keer. Door een fontein. Ja, door een fontein. En Thomas heeft het opgedronken. Ja. En die is nu doodziek. Ja. En daarom hebben wij jouw heilige veer nodig. Ja, maar wacht even. Auw! Jij komt hier binnenvallen. Ja. Met je vriendje Dave, die blaast mijn kip op en vriendje vervolgens komt je heilige veer op. Ja, je vriendje Dave, ja. Je vriendje Dave. Ik ken Dave niet anders dan dat het jouw mattie is. Dude, hij is onze aartsvijand. Sinds wanneer? Sinds hij bij de fucking onderwereld zit. Maar ik kan merken dat ik hier heel erg lang uitgeweest ben. Holy shit, ik zit hier alleen maar op mijn strandje, man. Nou, kom op dan. Alsjeblieft, Kevin. Zeg tegen hem. Jij bent al mijn 24e ridder. Zeg tegen hem dat wij die fucking veer moeten hebben, nu. Koning Lars. Wij hebben de veer nodig. Nou. Maar dan ook echt. Krijg ik hem van je terug? Want ik wil ook wel trouwens... Wacht. Daar kan ik geen antwoord op geven. Want Gijs is onze professor. En hij heeft een boek waarin staat wat we ermee gaan doen. Dus Gijs, krijgt hij de veer terug? Oh, stop. Als ik hem terugkrijg... Ja. Dan wil ik meteen een aantal mannetjes van Bor hebben die mijn heilige kip gaan herbouwen. Deal? Wordt geregeld. Geen probleem. Oh, nou. Komt allemaal goed. Hey, komen jullie nog? Of... Ja, we komen eraan. Oké. Dat ding ligt hier, onder mijn troon. Daar heb ik hem vast en veilig opgeborgen. Hey, Gijs, hij is dan voor altijd weg. Sst, niet melden. Want dan weet je... En kijk uit voor de trapwire, want we hebben hier een aantal dingetjes neergelegd. Welke trap? Zo, kijk uit. La 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 la. Wat, ik vind het wel lelijk, man. Ronald! Wat? Ja, oh, hij doet het niet meer. Oh, hij is kapot. Oké, nou, daar is hij helemaal kapot. Oké. Okay. Hier, okay, en de heilige keep schonk Atla een van zijn veren. Kijk uit. Dat het voor al tevreden zou zijn. Maar het is gewoon een doodnormale veer. Gijs, waarom zei je gewoon niet dat het een doodnormale veer was? Het is de heilige veer. Wat is hier zo heilig aan? Ronald, het is een veer waarvan je niet in eerste instantie kan zien wat het is. Je moet er gevoel voor hebben. Je hebt dat gevoel niet. Je stinkt en je hebt normaal gesproken alleen maar wortels in je hand. Je hebt nog nooit zo'n veer in je hand gehad. Come on. Oké, jongens. Hoe zag hij iets? Gijs, we gaan nu naar je zwervershut. Het is geen zwervershut, het is mijn proeflaboratorium. Het is een zwervershut, maar oké. Omdat ik hier nog helemaal geen laboratorium heb, jullie luie Borianen alleen maar wortels zitten te Borianen, je bent zelf ook een Boriaan. Ik ben helemaal geen Boriaan. Bel een Boriaan, natuurlijk. Maar waar heb je het over? Ik zou toch hier echt niet illegaal zijn, want ik lijk helemaal echt op een Boriaan, natuurlijk. Ja, maar geleerde Gijs. Wat? Heeft u ook een bouwomschrijving van uw lab? Dan kan ik misschien regelen dat een aantal mensen voor u gaan bouwen. Ja, inderdaad. Vast wel ergens in mijn tent, denk ik. In je tent? Natuurlijk zit die in mijn tent. Oh, we lopen verkeerd, jongens. Je bedoelt zwerverstent? Het is een proeflaboratorium, Ronald. Oké. Maar, we hebben... Kijk uit of ik wel woedend! Oké. Maar jij had je boek vergeten mee te nemen de vorige keer. Die ligt in je tent. Maar wat denk je wat we de volgende keer mee... Naar welke kingdom moeten we zo, denk ik, naartoe gaan? Dat is een goeie. Volgens mij moesten wij nog iets van bloed hebben, maar ik weet het allemaal niet. We hebben de heilige veer. Bloed? Oh, oep.
bloed. Nee, zei ik bloed? Ja, ik zei bloed. Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Het zou... ja, hoe gaan we hier naar boven? Ronald, ik wil een fatsoenlijke weg hebben volgende keer. Ik volgde jou. Regel het maar met je Borianen. Ja. Oh, daar is hij. Waarom zouden wij een weg moeten aanleggen voor een tijdelijke tent? Maar hier is jouw fucking zwerverstent. Oké. Het is geen zwerverstent. Oké, sorry. Oké, ik heb hier voor jou de veer. De heilige veer. Maak de veer. Geef de veer eens. Oké, sorry. Zo. Zo, doe hem hierin. Zo. Ja. Eens kijk, in het grote boek. Oog hier, bloed daar, veer, kip. Eens kijken. Oh, wacht. Oh, verkeerde boek. Oh nee. Verkeerde. Wacht even. Dit moet hem zijn. Jongens, niet geduldig zijn. Dit is vast wel de goeie. Die gozer sport echt niet, hè? Het duurt allemaal zo lang. Eens kijken. Het is mijn leraar. Ik snap je, man. Even kijken. Nee. Oh nee, dit is ook niet. Gijs, zeg het dan gewoon. Wat? Ik wil het weten nu. Wat moet je weten? Wat we er nu moeten halen. Wacht even. Dit is echt de goeie. Dit moet hem zijn. Wacht even. Nick, ik heb echt respect. Gevonden! Okay, we moeten naar Entropia. Omdat daar degene die sterk genoeg is bloedmagie heeft. En daar hebben wij een flesje vol voor nodig. Bloedmagie? Wat? Je bedoelt Edgar? Edgar? Wie? Edgar. Wie? Wie is Edgar? Je weet toch wel wie dat is? Dat is de dude van bloedmagie.